Winnaars, denk ik, gaan er niet zijn van de jaar. En ze mogen al die ringen terugverkopen. Ik ga straks samen met een heleboel oud-kandidaten en BV's naar de allereerste aflevering van Temptation Island kijken. Maar eerst ga ik je even vragen wat uw voorspellingen voor het komende seizoen zijn. We hebben ondertussen kennis gemaakt met de koppels een klein beetje. Wie denk je dat er snel in de fout gaat gaan? Kevin en Megan, ik heb er toch niet zoveel vertrouwen in. Dus ik vrees dat het toch wel spaak loopt. Ja. Er is een ene jongen, Tim denk ik, die vertrouw ik. Nee. Waarom niet? Ik weet het niet, ik heb er zo'n gevoel bij. De koppel van Aalst. Ik denk het wel. Waarom zij? Ik weet het niet. Ik ben naar school geweest in Aalst en dat was zo, ja, de gang van zaken. Is er één koppel waarvan je denkt, die gaan het wel overleven? Ja, ik geloof Jeremy. Jeremy en zijn vriendin. Vanessa. Vanessa, ja. Het koppel dat van Oostende komt. Die gaan overleven, denk je? Ja. Nou, dat was een koppel, een beetje een donker jongen met een hele mooie donkere meid. Ik denk dat hij gek is als hij zo'n meisje laat gaan, want ik vond haar persoonlijk echt heel knap. Hebben ze vorig jaar alles getoond wat er gebeurd is of zijn er dingen achtergehouden? Er zijn heel veel dingen achtergehouden, ook gelukkig. Ik denk dat dit moet ook geen Jordi Shore zijn of het moet ook geen Ex on the Beach blijven. Het moet nog altijd professioneel zijn, zullen we zeggen. En ik ben heel blij dat er een paar beelden zijn weggebleven. Ik ken een paar deelnemers, dus ja, natuurlijk onder deelnemers vertelt je zo een beetje alles. Ik ga natuurlijk niks verklappen, maar het ding is, ik denk dat het een heel goed seizoen gaat worden. En natuurlijk, ik denk als koppel moet het altijd wel moeilijk zijn als je met zoiets meedoet om de verleiding te weerstaan. En welke verleiders gaan er potten breken volgens u? Letitia, Billy en Juanetta. Ik ken een meisje ervan ook en ja, ik denk wel dat ze haar slag gaat slaan. Wie ken je? Jana. Billy? Omdat ik dat toch de knapste vind. Ik denk persoonlijk Letitia. Zij is mij al opgevallen eigenlijk. En voor wie van de verleiders zou jij eventueel kunnen vallen, moest je niet in het spel zijn? Degene dat het meest op Ken lijkt dan. En wie is dat? Ja, ik denk, ik vind het moeilijk ook, want er zit eigenlijk niks bij voor mij. Maar als ik echt moet kiezen, denk je, die een jongen, maar moet ook, ja, die denk ik. Hè. Dat is de favoriet van velen. Echt? Want als je die lang haar geeft, dan is het wel zo wat hetzelfde, denk ik. Ja. Als je er ene moest kiezen. Oh, sorry, nee. Ja, ik heb een vriend, dus ik mag daarover niet zoveel keuren. Hè. Wie is uw favoriet? Joshua. Zou je zelf opnieuw meedoen als ze het u zouden vragen? Hoeveel keer kan je ja zeggen? Ja? Zou je zelf ooit meedoen of vroeger meegedaan hebben als verleidster? Nooit. Nooit, nee. Als ik hem aan ga scheuren en hij duwt diegene niet eens weg, dat vind ik ook wel geen respect. En dan pak ik wel zoenen, aanraken.